jij bent nu oude materialen weer aan het samenstellen in een nieuwe doos, of? Ja, alle blokjes via de webs of via Bricklink aan het zoeken. En dan doen we die weer in de doos en dan kunnen we hem weer verkopen. En hoe is het? Gaat goed. Ja, gaat allemaal goed. Ja, ja, de laatste keer dat ik was 21 november, dus dat is al een tijdje geleden. Ja, jij bent het nog heel precies, want het was gewoon echt heel kort. En je was net open. Klopt. En vervolgens, nou ja, hoe lang ben je nog open geweest? 3 weken daarna, net tot na de, ja, wat was het, Sinterklaas. En daarna moesten we helaas dicht. En vanaf half maart, toen het weer mocht, zijn we vanuit reserveringen weer open gegaan. En nu, zoals je vandaag ziet, draaien we weer gewoon. En zijn we ook wat extra open. Zeker in deze tijd. Ja, en kan je nog eens heel kort samenvatten, even je zegt de dagbesteding. Ik heb net ook met wat gasten hier die hier graag komen en werken gezeten. Maar wat houdt dat precies in de dagbesteding? Dat is van Kaya. Ja, Kaya Helpt is een organisatie die mensen met een hulpvraag ondersteunt. Wet langdurige zorg, beschermd wonen, jeugdwet en wet maatschappelijke ondersteuning. En vanuit de beschermd wonen en de jeugdwet is het toch belangrijk dat, dat onze klanten wat kunnen gaan doen. En zeker in de coronatijd, hè, school is gestopt, sport is gestopt. En vanuit de corona hebben we eigenlijk dit op kunnen starten. Lego Masters was daar één mooi iets van op televisie. En vanavond is de finale daarvan. Ja, ik volg het eerlijk gezegd niet. Maar, En nu hebben we een Lego slag. Ja, daar wordt hij van alles. Ik sprak al net met Jason en, hoe heet jij nou ook weer? Delano. Die zijn dus nu bijvoorbeeld bezig met de dingen die jij hebt opgekocht. Om dat weer netjes te verdelen over zakjes en dozen. Ja. Wat zien we hier? Ja, het meeste wat hier staat is door de klanten van Kaya gebouwd. En dat zijn allemaal losse units. Dat zijn allemaal modulaire huizen. En daar is een stad van gemaakt. Dus ook met verlichting, het kan ook draaien, het beweegt, het rijdt. Het is inderdaad wel een Lego trein, ook de Lego rails zie ik nu. Ja. Maar rijdt hij ook? Of... Ja, deze is ook gemotoriseerd. Nou slinger maar eens wat dingen aan, want beweging is mooi, hè? Nou, dat gaat ook met de afstandsbedieningetje. Ja. Mooi, man. Maar als je nou zo'n trein wilt bouwen, krijg je die echt ook gewoon in 1000 stukjes en zet je hem helemaal in elkaar? Of is er al een soort basis waar je het gewoon... Nou, deze trein, dat zijn eigenlijk 2 dozen. En die zijn samengevoegd. En normaal gesproken koop je deze bij Lego en dan zijn ze niet gemotoriseerd. Maar goed, net als Jason ook met name, die vindt het toch leuk om daarin bezig te zijn. Om te kijken van, goh, kunnen wij een trein die niet gemotoriseerd is, gemotoriseerd laten rijden? Ja, maar dan moet je dat is wel wat voor gevorderde, denk ik. Want... Uiteindelijk heb je bij alles, en dat zie je bij de kermisattracties ook, je koopt het zonder motor en vervolgens kun je gewoon met een set die Lego heeft, kun je het gewoon laten bewegen. Oh, dat is gewoon een achtbaan, joh. Waanzinnig. Maar hoe lang ben je er nou mee bezig om zoiets in elkaar te zetten? Hebben we het nou over dagen, weken? Ik heb samen met een meisje van 14 jaar deze achtbaan in elkaar gezet. En daar zit dan toch met 2 man zit daar een 8 uur werk in. En dan heb je een achtbaan die ongeveer bestaat uit een kleine 4000 steentjes. 4000? 4000 steentjes, ja. Gekke werk, zeg. Dat ziet er wel super gaaf uit. En dan is ook nog een vraag, want stel nu, ik kom hier als klant en ik zeg, nou, ik wil ook zo'n achtbaan. Dan koop je hem uit elkaar, of kan je hem ook als werkend ding kopen? Uiteindelijk, alles wat hier staat, is ook te verkopen. Dus dan koop je een onderdeel en wij hebben de doos en de boekjes. En dan zeggen even mensen, kom volgende week terug en zorgen dat het keurig netjes naar wens of in de doos zit. Keurig in nieuwe gripzakjes. Of de klant zegt, nee, ik wil het graag zo meenemen. En die loopt dan zo met zo'n huis of een achtbaan. En dan zegt hij thuis van, kijk eens wat ik heb gebouwd. Ja, ja, een beetje steunen. Ja.
En laatste vraag erover, dan ben ik er terug van nieuwsgierig naar. Is het ook een beetje betaalbaar? Of is het, Nee, Lego is eigenlijk heel erg duur. En veel van die huizen die je ziet, van die modulaire huizen. Ja, die huizen zijn gewoon tussen de 180 en 600 euro per huis. Dus ja, als je drie kinderen hebt die het leuk vinden met Lego te spelen, zou ik dit niet aanraden. Ja. Die zijn echt de Lego voor 16 plus. Ja, aan de andere kant, als zoiets draait op een trein, zijn de prijzen toch wat schappelijker, waardoor het gewoon mogelijk is om uiteindelijk toch iets op te bouwen. Je had het net over het Colosseum. Het Colosseum is op dit moment bij Lego de grootste doos die je kunt kopen. En heeft ruim 9000 stukjes. Zo. Met die 9000 stukjes ben je toch ook echt wel 12 tot 15 uur bezig om deze doos van 0 tot 12 op te bouwen. Ja, het is wat dat betreft ook wel een beetje als puzzelen, denk ik. Het is toch. Ik denk niet, dat doe ik even op een zondagmiddag. Nee. Want ja, je bent echt heel intensief bezig. Ja, ik geloof het ook. Als ik gewoon naar zo'n boot kijk, dan zie ik dat niet beetje uit. Ja, mooi hoor. En dan ook nog gewoon een haai in het water.